Ja, goed, ik kom erin en dan denk je van ja, je gaat een winnende maken of met zo'n gevoel ga je de wedstrijd in. En dan, dan na 15 seconden wordt dat in duigen geschoten, zeg maar. Want wat gebeurde er in jouw ogen? Ja, er was een uitbal en die werd teruggelegd op Rogier Meijer. En ik denk, ik ga die bal blokken. Ja, ik kwam misschien iets te laat, maar ik, voor mijn gevoel gleed ik gewoon voor hem langs en raakte ik hem niet. Dus ik vond het een vrij onterechte rode kaart, ja. Ik zat er vlak op. Het zag er wel heel hard uit. Ja, ik denk ook dat het komt. Dat veld was hartstikke nat. En dan glij je snel door. En die speler die reageerde heel erg overdreven, vond ik. Dus ja, dan lijkt het al heel snel heel wat. Verwijt je jezelf wat hierin? Ik kan misschien wat slimmer daarin zijn van als ik op zo'n moment erin kom dat ik wat rustiger dat duel inga. Maar goed, je wil winnen en je wilt voor elke bal gaan. Dus zo'n tackle kan gebeuren. Toch had je hier moeten winnen, zeg je al zelf. Voelt het nou alsof jullie gedegradeerd zijn? Of geloof je echt nog in een kans tegen PSV en dat ADO wint van de Graafschap zondag? Ja, we geloven zeker in dat we nog erin kunnen blijven. Het, PSV is wel in strijd om plaats 2. Maar ik denk dat Twente bijvoorbeeld thuis. En, we hebben andere ploegen heel moeilijk gemaakt in Boudestein. Dus ik denk dat er zeker mogelijkheid is. Toch moet wel alles nu mee gaan werken. Alles moet meezitten. Ja, we hebben veel pech gehad de afgelopen weken. Dus mag zondag het geluk wel eens aan onze zijde zijn. Nou zeg je veel pech gehad, hè? Maar jullie krijgen zoveel doelpunten tegen in de laatste minuten. Ja. Is dat nog pech? Ja, ik denk wel dat het pech is. Want je staat de hele wedstrijd goed te voetballen. En dan op het laatste moment geef je zoiets weg. Ik denk wel dat het pech is. Ga je niet veel te veel achteruit lopen als ploeg? Terwijl het helemaal niet nodig is omdat je voetballend veel beter bent. Nou ja, ik denk dat we in die wedstrijden ook gewoon kans hebben gehad toen we voorstonden. En als je dan die kansen niet maakt, dan zou het kunnen zijn natuurlijk dat die terug ook valt. Dat heb je vandaag ook gezien, denk ik. Ik denk dat we mogelijkheden zat hebben gehad op 1-3, 1-4. Maar als je die dan niet maakt, dan is het extra zuur dat die bij ons valt.